Ik heb een veel andere survival probleem. Hey guys, luister! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe avonturenontsnapping. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag samen met Giel en Lars. En wij gaan even lekker een potje avonturenontsnapping doen. Mocht je er net zoveel zin in hebben als ik. Dus druk dan even lekker dik en massaal op een duimpje omhoog. Zou super awesome zijn. En mocht je mee willen spelen met Adventure Escape. Kom dan naar play.mattes.net. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Dus laten we maar eens even flink van start gaan. Jongens, we mogen hard rennen voor onze zak geld. Want... ze zitten al achter ons aan. Ja, ze zitten vol achter ons aan. Vorige week hebben we een potje gespeeld. Dat ging niet helemaal goed. Dankzij jullie twee hebben we gewonnen. Anders hadden we misschien al verloren. Nee. Dus laten we er in ieder geval nu voor gaan om te winnen. Yes. Goed idee. Vincent, ga je de shortcut doen? Ja. Oh, dat is nog de vraag, hè? Oh, over het water straks. Ja. Ja, tuurlijk. Altijd. Altijd. Ja, ben je nog niet volledig? Nee. Ik ga altijd daar eerst de shortcut. Altijd. Alleen hopelijk loopt dan niemand in me, anders ga ik hem niet halen. Dat kan ik je wel vertellen. We zullen het zien. Wist je dat springen niet altijd even voordelig is? Bijvoorbeeld met traplopen of zo? Maar als je het goed tegen een trap oploopt en je springt, dan ga je juist veel sneller. Maar ja, dat klopt. Maar als je verkeerd springt. Dan moet de trap wel de hele tijd hetzelfde zijn, anders heb je er niks aan. Ja, dat klopt. Anders spring je tegen een blokje aan en dan ben je de pineut. Wat? Staat iemand vooraan? Ja, nee, dat ja, is ja, nee, omdat volgens mij hier overal tunnels door elkaar heen lopen, is het een beetje... Okay. Ik denk al, hoe kan dat? Ik heb niets gezien. Maar Kitty die staat vooraan, dat kan ik je vertellen. Nou, shortcut jongens, daar gaan we. Veel plezier ermee. Niemand gaat voor de shortcut? Jawel, ik ga mee. Jek. Ja, doei! Ik ga. Heb je hem ook, Giel? Oh, nee, ik heb gefaald. Doei, doei! Hey, Vincent. Eerste. Heb jij hem ook gehad? Nee, ik niet, maar ik ben nu vlak af. Ik ben de enige die hem gehad heeft. Yep. Ja, er zit iemand onder mij. Ik zou rennen voor je zakgeld, jongens. Ja, maar ik klim omhoog en ze slaan me. Ja, je zou moeten opschieten. Dan nu met drie in de desert hier. Ja, er moeten ook drie finishen, dus kom op, jongens. We kunnen dit. Ja, met jou erbij zelfs vier. Alleen het parcours kan nog wel eens wat lastiger worden. Ah, oh, nee, ik misspring hem. Kom op. Oh, wauw. Ik bounce tegen het plafond aan. Chips. Hoppa. Bingo. Mensen is niet in me willen gaan staan. Jullie moeten opschieten, jongens. Goed. Ik heb het door, ja. En anders zijn we de pineut straks. Kijk, ze komen hier. We moeten ze eraf tikken. Oké. Kom op. Ik ren door, hoor. Ja, dat kan. Nee, hij is hier. Toch al bij ons. Hebben die een zwaard? Ja, nee. Toch? Er is iemand door van ons. Oh, joh. Zo al die namen die daar door elkaar heen springen, joh. Holy moly. Rustig aan, jongens. Oh, ik had hem bijna. Hoppa, ik ben door. Ik ben al in de water. De water? Ja, onder de water. Onder de water. In de water gelegd? Ik ben in de water gelegd. Ik ben even ondergewatterd. Nee, laatste jump. Kom op, jongens. Gassen. Oh. Lars, tweede. Niet. Ik ben tweede, volgens mij niet. Nice. Oh, ja, gevallen. Doorkarren. Oh, iemand is in the water. Oh, dan ben ik derde, denk ik. Pistonpoek. Pistonpoek. Ik weet niet wat dat voor naam is, maar hij is in ieder geval volgens mij tweede. Wat een naam. Go, 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 go. Ik ben dan, ik denk vierde. Nee, een hunter, maar die faalt. Echt? Zit hij achter jou? Ja. Oh, dan moet je echt opschieten. Ik ben nu opschieten. Bij die laatste stukje van het parcours. Oh, fiets. Opschieten, Lars. We moeten namelijk drie finishen, willen we de hunters voorstellen. Ja, maar jullie zijn al met drie vooraan, hè? Ja, maar als die doorgaan, dat weet je nooit. Straks falen ze. Heb ik een idee. Ja. Hé, mijn Elytra gaat niet af. Ik heb een Elytra, maar hij gaat niet af, jongens. Mijn Elytra gaat niet af. Wat heb ik gedaan? Maar hij zit wel op mijn rug. Ik kan hem ook gewoon aan en af doen. Je moet twee keer op spatie drukken, hè? Ja, dat doe ik, maar er gebeurt niks. Wat heb ik met mijn Elytra gedaan dan? Die hebben me gewoon kapot gemaakt. Heb ik hem kapot gemaakt? Ja, dat kan niet. Nou, dat is wel een hel. Dan moet ik deze hele bergsprong gaan rennen. Oh, dan haal ik je dadelijk nog in. Ja, dat weet ik nog niet, hoor. Ja, ik ben wel ver, hoor. Ik ben al bij de tweede sprong, namelijk. Ah, je kunt op zich ook best snel doorheen rennen. Hoor. Ja, dat weet ik. Maar daarom spring ik nu maar in het water, want mijn Elytra doet het niet. Nou, bedankt Elytra voor het niet werken. Wat is er met mijn Elytra aan de hand? Wij werken wel. Ja, nou, doei Giel! Ben je al hier? Ja, rennend, hè? Zonder Elytra gewoon. Nou, tot ziens. Nee, nou, wat heb ik met mijn Elytra gedaan? Ik zal wel wachten in de finish op je. Ja, dat vind ik wel lief.
Heeft als hij niet ingehaald wordt door de murder. Wie heeft mijn Elytra gesloopt dan? Ik ben nu in Mesa. Nou, laat ik dan maar hier gewoon rustig van afrennen. Want ik weet gewoon dat als ik niet ga rennen, dat ik dood ga. Misschien dat je hem de tweede keer wel kan gebruiken. Nee, hij doet het nog niet. Ik weet niet wat ik met mijn Elytra heb gedaan, maar hij is wel kapot. Hij is stuk. Je bent gewoon te zwaar voor de Elytra. Dat denk ik ook, ja. Oh, hey Vincent. Dat is echt trouwens lief wat je daar zegt. Bedenk ik me nu net. Dat was een grapje. Ja, precies. Ja. Leuke grapjes. Sorry. Even kijken, ik moet hier naar beneden zien te komen zonder dood te gaan. Hoe vind je dat? Ik heb een veel andere survival probleem gewoon. Ik ga gewoon bovenlangs, via rechts. En dan ga ik bovenlangs die route rennen hoor. Dan ben ik tenminste nog een beetje safe. En dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Hoppa. Gewoon hier langs, heel rustig, top. Vergeet niet dagelijks de foto, jongens. Klik hier, hier en hier. Oké. Ja, maar ja, dagelijks foto's zijn wel gratis kratjes in Skyblock. Yes. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb elke dag gewoon 3 gratis kratjes. Ja, die ben niet de enige. Ja, dus gewoon gratis kratjes, hoppatee. Even kijken, ik ben boven. Goed, zo, nice, top, top, top. Ik ben gewoon al in Snowy, jongen. Rennend, ja, hè? Je ligt niet zo ver achter voor iemand die zonder Elytra die shit moet doen. Zo, echt hè? Ik sta gewoon volgens mij tweede, of niet? Ja. Ik ben nu in Snowy. Nice, oké. Dan en ik ben dood. Wat dan? Ik niet, ik landde gewoon normaal en ineens was ik dood. Maar oké. Lars Elytra is ook kapot gemaakt onderweg. Zo klinkt onderweg. Het. Ik dacht mensen erop slaan of zo. Dit meen je niet. Wat meen je niet? Dat ik die sprong al 2 keer niet haal. Oké, dan wordt rennen. Nee, ik moet hier langs trouwens. Wil ik dat huisje doen? Ach, je was er al bijna, joh. Zo, hoppa. Nou ja. Nice. Oké, go, go, go. Oh, jullie zijn echt gewoon de laatste 3 op dit moment. Nee, 4. Pablo NL is er ook nog. Ja, maar nee, die loopt Vincent, achter op Winters. Dan, kijk, staat nog iemand voor mij. Waar is die, Lars? Pablo NL is in Under the Sea en die staat stil in een buis. Meen je niet? En de Hunter, Dijn, allebei, kijken in Mesa. Die zijn nog niet bij Snowy? Nee. En je hebt die andere jongen ook al gevonden, Giel? Ja, die is gefinished volgens mij. Oh, jawel. 1 Hunter staat ja, wel. Ja, nice. 1 Hunter is een Snowy, die rent nu hier rond. Oh, laten we hem gaan uitzwaaien. Die is nu bij die parkour jump waar Vincent faalde. De faalde? Oh, bij die boot. Ja. Oh, maar dan ben ik al lang voorbij, joh. En nu valt hij hard. Oké. Hallo, Vincent. Hey. Doe maar rennen. Jij hebt tweede. Rennen. Ja, jij bent tweede. Ja, oké, maar wil je niet wachten tot ze kan uitzwaaien? Oh, is dat niet een beetje gemeen? Ja, zijn ze ver weg? Ik kijk wel even wat ze zijn. Volgens mij komen ze hier zo aan. Oh, die komt in de tunnel. Eentje is nu in de tunnel. Komt eraan. Okay. Duurt niet meer lang. Op zich, als die ons vermoordt, is het helemaal niet verkeerd, hè? Oh nee, chips. Dan hebben we Pablo nog. Niemand mag doodgaan van ons twee dan, hè? Nee. Dat klopt. Daar is die! Ja, daar heb je hem. Daar komt hij aan. Hallo Thomas. Joe, Thomas! Hij let niet op jullie. Je kan niet zien als hij naar rechts loopt. Kijk, hij ziet ons. Thomas! Thomas! GG zegt hij. Thomas! Kan ik hem slaan? Nee, ik kan hem hier niet doorheen slaan. Dit de barriers. Jammer hè. Thomas! Oké, doe Thomas. Ik kan niet terug. Go, Giel. Go. Yeah. Finished! Nice! Eindelijk weer eens een podiumplekje hoor. Hoppatee. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Adventure Escape. Vond je het leuk? Klik op duimpje omhoog. Vergeet niet boven niet te abonneren. Check de vorige video. Rennen video mocht je daar gaan bij Superheld. Kom gezellig mee spelen op play.metters.net. Zie ik jullie de volgende keer weer. En ciao!